Doe eens normaal, man. Doe zelf normaal. Tegenwoordig ligt de nadruk steeds meer op wat we nou normaal vinden. Wat ik een paar jaar geleden nog normaal vond, was me vooral bezighouden met mijn eigen belangen. De vluchtelingen die ons land binnenkwamen, had ik dan ook niet veel mee. Toen de vluchtelingenstroom groter werd, besloot ik eens te kijken bij die vluchtelingen om nou echt zelf een mening te vormen over hen. En nu, bijna een jaar later, help ik 2 keer per week mee met lessen Nederlands en sta ik hier om mijn stem te laten horen over deze vluchtelingen. Vluchtelingen die ik ben gaan zien als mijn vrienden. Daarom vraag ik aan iedereen, voor je je mening vormt over vluchtelingen. En of deze mening nou links, rechts, rood, groen of paars is, praat met een vluchteling. Dan weet ik zeker dat de term vluchteling je niks meer zal zeggen. Maar dat ze zich gaat zien als mensen. Als normale mensen. En misschien wel als je vrienden. Als ik nou hoor wat vluchtelingen normaal vinden, zie ik alleen maar gebruiken waar wij als land iets van kunnen leren. Een praatje maken met je buren is voor hen normaal. Mensen uitnodigen om samen te eten is voor hen normaal. Klaarstaan voor iedereen die hulp nodig heeft is voor hen normaal. Ik ken geen Nederlander die dit dagelijks beleeft. En blijkbaar willen we dat zo houden. Maar zijn we dan vergeten dat Nederland een eeuwenlange traditie van het onbekende omarmen heeft? Van de 17e eeuwse Franse hugenoten tot de Belgen in de Eerste Wereldoorlog. Ons normaal is een resultaat van verschillende culturen die allemaal hebben bijgedragen aan wat ons land nu is. Het wordt tijd dat we het onbekende weer omarmen. En dat we accepteren dat deze mensen in ons land thuis horen. En onze cultuur verrijken. Want niemand kan mij vertellen dat Omar, die op zijn 11e zijn vader en broer voor een jaar heeft moeten wissen met de wetenschap dat hij ze misschien nooit meer zou zien, niet in ons land thuis hoort. Niemand kan mij vertellen dat Malik, die 2 weken door de verzengende zonnestralen van de Sahara heeft moeten lopen, niet in ons land thuis hoort. Niemand kan mij vertellen dat Tahani en Nizar, die binnen een jaar na hun bruiloft alles hebben moeten achterlaten, niet in ons land thuis horen. Maar ik kan aan iedereen vertellen dat geen van mijn vrienden die dit doorstaan hebben in de hoop op een beter leven, luilakken, verkrachters of terroristen zijn. Elke vluchteling die ik ken is trotser, is geduldiger en ondanks alles wat ze hebben meegemaakt, blijer met wat ze hebben dan de normale Nederlander. Mijn vrienden worden gezien als gelukszoekers. Ik zie dat positief. Het zijn gewone mensen die net als wij gewoon op zoek zijn naar een gelukkig leven. En wie zijn wij dan om ze dat geluk te ontzeggen? Kijk, alles wat ik wil, is dat mijn vrienden niet als luilakken, verkrachters of terroristen, maar als normale mensen worden gezien. En als mijn vrienden worden teruggestuurd naar hun eigen land, ga ik met hen mee. Want als de bouwstenen voor ons Nederland angst voor het vreemde en eigenbelang zijn geworden, dan wil ik geen Nederlander meer zijn.